Hi, ik ben Robin, welkom. Vandaag gaan we een snoekbaas fileren. Dit is een snoekbaas. De bijnaam is een glasoog. De reden waarom we hem glasoog noemen is omdat hij hele troebelachtige, katachtige ogen heeft. Dus als hij dan in het water aan het jagen is, lijken er net twee glazen ballen. Dan begin je vaak met de snoekbaas met het schubben ervan. Ik heb al eentje voorgeschubd. Deze leg ik even aan de kant. De snoekbaas is een echte Benelux vis. Zoetwatervis. Komt uit de rivier uit de Donau en dan zwemt hij deze kant op. Dus het komt echt België, Nederland, Luxemburg. De snoekbaas, wilde snoekbaas kun je herkennen aan de kleur. Die is meestal echt wel groenig van kleur. Want de kleur van de huid wordt bepaald door de bodem van het water waar hij in zwemt. Dus dan kun je je voorstellen dat een kweek snoekbaas heeft. Die is veel lichter van kleur. Dan gaan we deze snoekbaas fileren. Fileren doe je altijd met de vis met de rug naar je toe. Ik ben rechtshandig, dus ik begin met de kop aan de rechterkant. Dan snij ik hem achter in zijn kieuwen en zijn vinnen snij ik hem in tot op de ruggengraat. Daar draai ik mijn mes op de ruggengraat en dan volg ik de ruggengraat met mijn mes. Dan ben ik voorbij de buik, daar kan ik oversteken. En dan snij ik hem hier los. Ik ga je over de ruggengraat naar de andere kant toe. Over de ribbenkast heen als het ware. En daar snij je die filet ervan af. Doen we snel de andere kant even. Ook weer met de rug naar je toe. Achter de kieuwen door. Over de ruggengraat heen. En probeer echt die ruggengraat gewoon te volgen met je mes. Zo, dan hebben we hier twee mooie snoekbaas filetjes. Maak je hem eventjes schoon. Een beetje van de graat eraf en een beetje van de vetrand eraf. Dan hebben we hier twee mooie grote snoekbaasfiletjes.